Kinderhuis Soekdaam heeft gisteren haar opgeknapte meisjesgebouw in gebruik genomen. Het gaat namelijk om de slaapruimte en sanitaire voorzieningen die door Kersten Group of Companies zijn gerenoveerd. Verder zijn ook de trappen, deuren en ramen, buitengevel, plafondstructuur en de loopbrug tussen de twee gebouwen van Kindertehuis Soekdaam hersteld. De directie en de RVC van het bedrijf gingen akkoord met het verzoek van de vertrekkende CEO Antoine Brahim om het houten gebouw grondig te herstellen. Hij ging 1 juli vorig jaar met pensioen. De voormalige topman wilde graag een duurzame bijdrage leveren aan een sociaal-maatschappelijk project binnen de Evangelische Broedergemeente Suriname, waaruit ook Kersten in 1768 is voortgekomen. Hij stelde voor om de fondsen voor zijn afscheidreceptie en feest te besteden aan het EBGS Kinderhuis Soekdaam in Alkmaar, Kommerwijnen. In Soekdaam wonen 18 meisjes en 23 jongens van 6 tot en met 16 jaar. Zij krijgen een goede opvoeding en er is veel aandacht voor onderwijs en educatie. Zo hebben deze kinderen alle kans om uit te groeien tot burgers die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. Kinderhuis Soekdaam, Sernami voor Oord van Geluk, is in 1916 opgericht door dominee Peter Martin Lechene en zijn vrouw Annie Gerarda van Sante. Aan de oever van de Kommerwijnenrivier boden zij indertijd onderdak aan kinderen van contractarbeiders die in schrijnende omstandigheden leefden. Nu, 107 jaar later, bieden de historische houten gebouwen nog steeds veilig onderdak aan Surinaamse kinderen.